Ik ben Philip Antonis, uw burgemeester de laatste 12 jaar. Ik ben opnieuw lijsttrekker voor de Lokerse Liberalen en dit is mijn ploeg. Het is intussen al 18 jaar dat VLD in Lokeren aan het bewind is. Al 18 jaar maken wij het verschil. Al 18 jaar werken wij om van Lokeren een moderne stad te maken. Een stad waar het gezellig is en goed om te leven. Al 18 jaar voeren wij een strikt financieel beleid en dit zonder verhoging van de personenbelasting. Al 18 jaar voeren wij een politiek die dicht bij de mensen staat. Wij zijn er voor u en wij luisteren naar uw probleem. Dat doen we niet alleen in het stadscentrum, maar ook in alle buitenwijken en in onze deelgemeenten Exaarde en Dagnam. We zijn trots op onze stad en op het vele werk dat we tot nu toe in Lokeren hebben verzet. En wij hopen dat u dat ook bent. Maar, dames en heren, ons werk is nog verre van klaar. Ook de komende 6 jaar zitten we boordevol plannen. Daarom vragen we ook nu uw massale steun. Dat doen we met een 18-puntenprogramma. Klaar voor morgen, klaar voor 2018. 18 punten die wij graag met jouw stem de komende 6 jaar willen realiseren. Ten eerste, een uitgebreide steun aan de Lokerse middenstand en een moderne winkelwandelstraat in het centrum van Lokeren. Ten tweede, ook de komende 6 jaar willen wij geen enkele verhoging van de personenbelasting. Ten derde, wij willen betaalbare woningen voor jonge Lokeraars. Huurwoningen van Tuinwijk worden koopwoningen. Ten vierde plannen we een verdere uitbouw van het rioleringsnetwerk in onder andere Dooslaar en Dagnam. We willen een laagdrempelig sportaanbod met aanpassing van onze sportinfrastructuur aan de nieuwste trends. Ten zesde, wij willen een volledige toegankelijkheid van de Durmendijken en een centrum voor watersporttoerisme. Veiligheid is belangrijk, daarom kiezen we voor meer veiligheidscamera's in onze stad. We willen meer aandacht voor het onderhoud van onze wegen en de sites rond de glascontainers. We zetten verder in op de stadsvernieuwing, met onder andere een duurzame oplossing voor de stationsomgeving. Wij willen nog meer werkgelegenheid creëren door de verdere ontwikkeling van industriezone E17-4. Het Algemeen Ziekenhuis Lokeren heeft grote plannen. De bouw van een nieuwe kliniek staat bovenaan op onze lijst. Een nieuw bouw op onze schoolspoelen zal ons stadsonderwijs nog meer kansen bieden. Wij willen een nog speelser Lokeren voor onze jongste inwoners, met aandacht voor sport en spel in eigen buurt. We gaan nog meer plaatsen creëren in de kinderopvang. Privé-initiatief gaan we verder financieel ondersteunen. We blijven volop evenementen organiseren in heel Lokeren, zowel in het stadscentrum als in zijn deelgemeenten. Wij zijn vragende partijen voor bijkomende randparkings voldoende dicht bij het stadscentrum. Steeds meer mensen gebruiken het internet. Wij willen de ontwikkeling van een nieuwe website en een goed uitgebouwd e-loket. En tenslotte plannen wij de bouw van serviceflats en aanleunwoningen in de buurt van de rusthuizen van Lokeren en Exaarde. Met deze 18 punten, dames en heren, trekken we dit jaar naar de kiezer. Met deze 18 punten vragen wij ook deze keer uw massale steun. Want Open VLD is de enige partij om het gevoerde beleid verder te zetten. Lokeren is een stad met gezellige mensen die genieten van het leven, maar ook met voldoende gezond verstand. Laten we daarom op 14 oktober in het stemhokje allemaal dat gezond verstand gebruiken. Laten we op 14 oktober allemaal massaal op de Lokerse Liberalen stemmen. Want ook na 18 jaar staan wij nog altijd voor u klaar.